De Bond van Leraren, de BVL, onder voorzitterschap van Wilgo Valies, heeft vandaag een persconferentie belegd over de perikelen tussen het Albert Cameron Instituut, ACI, en het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Leerkrachten, leerlingen en de BVL hebben gisteren gedemonstreerd bij het hoofdkantoor van het ministerie nadat aan hun plotseling is meegedeeld dat de school zal worden opgedoekt. Zowel de leerkrachten als de leerlingen vinden dat het ministerie geen eenzijdige beslissingen mag nemen. Wij staan er versteld van. Er wordt in de gemeenschap duidelijk aangegeven dat er sprake is van het afbouwen van dit instituut. En wanneer we daar zitten, dan horen we, daar is er geen sprake van. En u begrijpt wie liegt en wie liegt niet. Dat is de vraag nu. En we vinden dit een zeer kwalijke zaak. En uitgaande van de informatie of de kennis die we gisteren hebben mogen... de kennis die we hebben gisteren hebben gehad, waarbij duidelijk door de directeur, of zo je wil, uit die meeting is komen vast te staan dat er geen sprake is van afbouw. Maar nu worden we geconfronteerd iets erger dan afbouw. Afbouw neemt een aantal jaren in beslag. U heeft jaren nodig voordat de laatste leerling inderdaad de school heeft verlaten met een diploma. Dat duurt zeker een aantal jaren. Maar nu worden we meteen geconfronteerd met eigenlijk opheffing van dit instituut. De BVL eist van het ministerie om in gesprek te gaan met de onderwijsgevenden. Er zal worden gestreden tot het bittere eind, onderstreept de vakbondsman. Wij zullen in de komende periode, we hebben ook gezegd, als het ministerie niet naar ons wil luisteren, want we komen met argumenten, we komen niet met powerplay, we geven duidelijke argumenten aan waarom het niet in het belang is van deze leerlingen. Daar gaat het om. En ik denk dat het belangrijk is dat die samenleving weet dat wij niet zullen stilzitten. We gaan niet stilzitten. Dus als het ministerie komt aan de grondrechten van deze jonge mensen die een hele toekomst voor zich hebben en iets moois van hun toekomst, van de toekomst willen maken, dat het niet getorpedeerd wordt door een beleid van een minister die nauwelijks rekening houdt dat we mensen zijn. We are human beings. Tot zover Wilgo Valies, voorzitter van de Bond van Leraren. Vandaag tijdens een persconferentie over de voorgenomen sluiting van het Albert Cameron Instituut. Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur is voornemens het ACI op te doeken.